Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Bij de vorige crypto video van vorige maand, 21 juli was dat, uh, was, het, ja, was het beeld heel anders. Op dat moment zaten we net in een die nieuw dieptepunt, uh, net onder de 30.000 dollar. En het was dus eigenlijk de vraag van gaan we verder een nieuw dieptepunt in richting de 20.000 dollar? Of gaan we juist weer omhoog en zoeken we de 40.000 dollar op? Ook die avond dat de video online kwam was er het evenement genaamd The B Word. Dat was zeg maar een crypto evenement, een Bitcoin evenement met onder andere Elon Musk, Katy Wood en Jack Dorsey. En ik weet niet of dat een belangrijke trigger is geweest of dat het gewoon één van de vele factoren was, maar sindsdien zien we dat we weer in een stijgende trend zitten en inmiddels staan we ook 50% hoger dan vorige maand. En nu dus op 45.000 dollar bij Bitcoin. Dus laten we in deze video weer even kijken naar het crypto nieuws van de afgelopen maand. Zonder al te veel in detail te gaan. Want het idee van deze serie is om gewoon iedere maand 100 euro in crypto te investeren. De dollar-cost averaging-methode. Uh, dus eigenlijk niet per se kijken naar de koers. We gaan gewoon kijken met 100 euro in de maand en dan juist voor de lange termijn beleggen. Soms zal de koers wat hoger zijn, kunnen we wat minder kopen. Soms zal de koers wat lager zijn, kunnen we voor hetzelfde geld meer crypto kopen. En laten we dan beginnen door te kijken naar de crypto-index. Oftewel, hoe denken mensen of welk gevoel hebben mensen bij deze markt? Vorige maand zagen we nog dat we juist volop in 4 waren. Uh, volop in paniek, angst hadden we, maar dat is inmiddels helemaal omgedraaid. We zitten alweer in een greed periode, dus echt hebzucht. De score is op dit moment 72, terwijl dat vorige maand, 21 juli, dus nog op 10 stond. Maar wat houdt deze score nou in? Die score, die crypto-index, die gaat van 0 tot 100, 0 tot 24, dan spreken we over extreme fear, oftewel ja, extreme paniek. Um, we gaan zo meteen even uitleggen hoe dat wordt berekend. Gevolgd door 25 tot 49. Dan is het 4. Van 50 tot 74 hebben we te maken met greed. En van 75 tot 100 spreken we over Extreme Greed, oftewel extreme hebzucht. En op dit moment zitten we dus in de fase van greed. Of misschien zelfs inmiddels wel Extreme Greed op het moment dat deze video uitkomt. Want ik denk wel dat we ja. De gemiddeldes die spelen een belangrijke rol dat die omhoog zijn gegaan. En het is leuk om te zien dat er zo'n score is. Maar we moeten ook begrijpen wat die score inhoudt, of hoe die wordt berekend. Nou, de score wordt berekend door verschillende manieren. Ten eerste wordt er gekeken naar het volume. Dat is goed voor 25% van deze, van deze score die we zien. En hierbij wordt gekeken naar de koers op dit moment en deze vergeleken. of het volume van dit moment en deze vergeleken met de gemiddeldes van de afgelopen 30 en afgelopen 90 dagen. En dat geldt ook voor de volatiliteit. Dus we gaan kijken naar de volatiliteit op dit moment en de gemiddeldes van de laatste 30 en 90 dagen. En kijken hoe op dit moment het er dus voor staat ten opzichte van die andere. En daarmee gaan we dus kijken, ja, wordt een bepaalde score aan toegekend? Er wordt ook gekeken naar social media. Dat is goed voor 15% van deze score. Hierbij wordt dus gekeken naar uh, hoe op social media wordt gepraat... over verschillende ja, keywords, zeg maar... Uh, ja, uh, sleutelwoorden. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk trouwens ook voor het Google zoekverkeer. Als we daar trends zien, die worden ook meegenomen. En uiteindelijk is er ook nog de laatste 10% die wordt bepaald door de dominantie van, uh, van Bitcoin. Dus we hebben natuurlijk Bitcoin en heel veel altcoins, maar welk marktaandeel heeft Bitcoin en welke andere uh, marktaandeel hebben die andere coins? De dominantie, het marktaandeel van Bitcoin. Als dat minder wordt, dan zul je zien dat de uh, alt-season begint. De altcoins worden interessanter. Mensen zijn bereid meer risico te nemen op dat moment. Dus ook dat wordt meegenomen in het laatste gedeelte van deze formule. En nou denk ik niet dat je hier al te veel waarde aan moet hechten. Dit denk ik vooral omdat er op twee onderdelen, namelijk het zoekverkeer en social media. Dat kun je natuurlijk verkeerd interpreteren. Als ik over Bitcoin maar juist heel negatief over praat. terwijl ik er niks mee doe. wordt dat wel meegenomen in deze statistieken. Dus als veel mensen dat zouden doen. zou het zo kunnen zijn dat het. Ja, een ander beeld geeft misschien. Dus. Uh, ga er niet te veel waarde aan hechten, maar neem het gewoon mee in het onderdeel. Maak het een onderdeel van je onderzoek naar de rest van crypto. Kijken we dan verder, dan zien we dat de market cap van alle crypto's... ook weer over de 2 biljoen is gegaan, oftewel 2000 miljard. En dat is iets wat we sinds mei van dit jaar niet meer hebben gezien. Dat komt gedeeltelijk door Bitcoin. Waar we ook zien dat er een record aantal nieuwe gebruikers is in het Bitcoin-netwerk. Dus meer en meer mensen beginnen met crypto, of beginnen in ieder geval met Bitcoin... Kijken we dan naar Cardano van de afgelopen maand, die doet het ook juist heel erg goed. We zien namelijk een verdubbeling in deze periode. Cardano is een coin die ik zelf ook heb, waar ik erg in geloof. Juist ook vanwege het team achter deze coin. Ik heb er al eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even plaatsen. En het is nu juist extra populair, omdat ze halverwege september komen met smart contracts. Dus dat is in ieder geval iets om te onthouden voor als we zometeen onze aankoop gaan doen. Kijken we dan vervolgens naar het stock-to-flow model. Het stock-to-flow model is gemaakt door Plan B, gericht op bitcoin. Het is heel erg populair. Ik kijk het ook met ja, veel interesse naar. Juist omdat het al lange tijd telkens correct blijkt te zijn. En dit model houdt in principe rekening met ten eerste de stock, het aantal. Bitcoin's in dit geval dat beschikbaar is, dat is nu 18,8 miljoen van de maximaal 21 miljoen die er ooit beschikbaar zullen komen. En ten tweede kijkt het naar de flow, oftewel de nieuwe productie, oftewel de coins die op dit moment gemined kunnen worden, en de momenten van de halving, oftewel de, het punt waarop de beloning van miners wordt gehalveerd, is ja, best wel belangrijk omdat dat natuurlijk invloed heeft op de flow. Nou, als we dan gaan kijken naar de grafiek en juist ook naar de, de kleuren. De, op basis van de kleuren, dan zien we eigenlijk dat we nog een best wel flinke groei kunnen verwachten. Naar in ieder geval meer dan 100.000 dollar. Of er wordt zelf gesproken uh, 244.000 dollar in de komende paar jaar. Maar ja, dat is in ieder geval iets wat volgens dit model is. En of het uitkomt, dat moet dan nog maar blijken. En dan was er vandaag ook nog nieuws over Binance. Binance was volop in het nieuws, of eigenlijk de Nederlandse bank was volop in het nieuws, want die had een waarschuwing over Binance. Dat zien we ook op de website van de Nederlandse bank, want daar kunnen we lezen dat de Nederlandse bank maakt bekend dat Binance zonder wettelijke verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en illegaal een diensten aanbiedt voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en twee, bewaar aanbiedt. Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering. En nou klinkt dat allemaal heel erg spannend. En zeker in die woorden dat je als klant zijnde betrokken kunt raken bij uh, financiering van terrorisme. Zo spannend is het ook niet. Uh, klanten zijn niet per se strafbaar of fout bezig. Het is eigenlijk vooral Binance die fout bezig is. Want sinds volgens mij dit jaar is het zo dat uh, de de, de, de brokers, de aanbieders van crypto, die moeten zich aanmelden bij de Nederlandse Bank, bekendmaken dat ze dit doen. Ik denk ook een behoorlijke checklist en noem het allemaal maar op. Juist ook dat de Nederlandse Bank dus meer toezicht kan houden. En een buitenlandse partij zoals Binance, die wel best wel groot is, heeft dat dus blijkbaar niet gedaan. Dus ben je al klant bij Binance, dan zou ik me niet al te druk maken. Uh, dat zien we ook wel uit de eigen woorden van de Nederlandse Bank. Ben je nou nog op zoek naar een nieuwe broker? Dan zou ik in ieder geval al zeker even goed opletten. Zoals gezegd, Binance is wel wereldwijd de grootste crypto beurs. Maar dit hebben we al eerder zien gebeuren in Engeland en Duitsland en nu dus ook in Nederland. Dus hou gewoon even rekening met de situatie en kijk eventueel naar andere aanbieders. En een van die aanbieders is CoinMurse. Dat is ook de aanbieder die ik gebruik voor deze serie om maandelijks dus 100 euro te investeren. Dus laten we even overstappen naar mijn account en ten eerste even kijken hoe we er op dit moment voor staan. En dan zien we hier mijn wallet, oftewel de coins die ik op dit moment heb. Bovenaan staat Ethereum met 288 euro. Inmiddels staan we daar 41% in de plus. Bitcoin 236 euro en inmiddels net weer in de plus met net geen 3%. Gevolgd door Cardano, zoals gezegd, een van de coins die ik heb, heeft het erg goed gedaan de laatste maand. Zo, hier staan we bijna 53% in de plus en is het 221 euro waard. We hebben alweer 100 euro gestort om zo meteen weer aankopen te doen. En Dogecoin, die heb ik gekocht puur om te laten zien: van ja, je hebt coins die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Behalve op hype laat ik daar eens een keer 20 euro in stoppen om te laten zien hoe dat gaat. Dus je ziet al heel veel herstel, eigenlijk alles staat er weer in het groen. Maar zo'n coin zoals Dogecoin staat nog steeds op meer dan ja, 40% in de min. Dus dat willen we juist niet zien. En als we trouwens nog even naar home gaan, zullen we de grafiek kunnen zien. Zoals gezegd. De afgelopen maand is het heel erg goed gegaan. En als we hier even uitzoomen, dan zien we dat hier ook duidelijk. Een maand geleden was het zo 355 euro waard. Inmiddels is het 760 euro waard. Dus ook hier zien we gewoon dat het eigenlijk verdubbeld is in deze periode. En dan is het dus weer zo dat we 100 euro willen investeren. En dat doe ik uh, zoals gezegd elke maand. Het is alleen een beetje de verhouding, probeer ik op basis van het nieuws te doen. Um, ik denk ook aan deze maand weer om opnieuw om geen nieuwe coin-altcoin toe te voegen, maar juist de verdeling te doen over Ethereum, Bitcoin en ADA, oftewel Cardano. Nou denk ik, laten we beginnen met Cardano. Is heel interessant, heeft een grote stijging laten zien, um, juist vanwege de smart contracts die er aankomen. Maar als we gaan kijken naar de laatste maand, dan zien we hier dat die wel heel erg hard omhoog schiet. Dus ik weet niet of het nou het beste moment is om hier bijvoorbeeld 50 euro. Uh, of een derde in te investeren. En daarom zat ik te denken om voor deze maand 25 euro, oftewel een kwart. Laten we die investeren. Even kijken. Buy klikken. Dan krijgen we waarschijnlijk nog een bevestiging. Duurt heel even. En we zeggen buy now. Dan gaan we weer terug naar mijn wallet. Hebben we nog 75 euro over voor deze maand. En dan gaan we heel even kijken hoe mijn portefeuille er nu uitziet. We zien dat Ethereum bovenaan staat, gevolgd door Bitcoin. Uh, Bitcoin is natuurlijk denk ik nog steeds de belangrijkste coin, ook op lange termijn. Al zal andere coins misschien meer uh, progress maken. Maar zoals we straks ook hebben gezien met het stock-to-flow-model, daar blijf ik in geloven. Dus laten we daarom in dit geval 50 euro deze maand investeren in Bitcoin. En dan blijft er dus nog 25 euro over. En die laatste 25, even nog op buy now klikken. En die laatste 25 euro, die gaan we dus investeren in Ethereum, zoals gezegd. De coins, de drie die ik al heb, waar ik nog steeds in geloof. Um, misschien dat er nog wel een keer eentje toevoegt, gevoegd, maar op dit moment zou ik niet weten welke. Uh, daar moet ik nog onderzoek naar doen. En ik vind crypto interessant, maar ik wil er niet te veel tijd mee kwijt zijn. Ik wil niet te veel risico nemen. Zoals gezegd, het doel is gewoon dollar-cost-averaging: elke maand 100 euro investeren. En dan kijken we over een paar jaar wel hoe we ervoor staan. Nou, ook de laatste zijn gekocht. Dus als we nu weer teruggaan naar de wallet. Dan zullen we zien dat Ethereum nog steeds bovenaan staat. Nu 314 euro, gevolgd door Bitcoin, 286 euro. En daarna Cardano met net geen 250 euro. Dogecoin. Ik laat hem nog even staan. Ik had hem natuurlijk kunnen verkopen. Uh, maar ik wil gewoon telkens elke maand laten zien met wat er nou kan gebeuren met zo'n coin. die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Misschien gaat de rest dadelijk wel heel goed. Blijft dit achter, misschien gaat dit ook wel weer beter. Is het leuk meegenomen? Maar we hebben dus onze 100 euro voor deze maand ook weer geïnvesteerd. Dus gaan we kijken weer naar de volgende maand. Heb je nog tips, suggesties? Misschien wel leuke altcoins en juist vertel ook waarom je die leuk vindt. Waarom dat goede altcoins zijn volgens jou. Laat dat weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie willen zien. Ga ik meer van dit soort video's maken. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Op die manier mis je nooit meer een video in de toekomst. Ik wil jou bedanken weer voor het kijken en dan hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.